Het scholingsinstituut voor de vakbeweging in Suriname, CIVIS, organiseert op woensdag 5 en donderdag 6 november in samenwerking met Two Miracle Streams een reeks bewustwordingssessies in Nikeri. De voorlichtingssessies die in de schouwburg van de WIN-groep gehouden worden, zijn vanmorgen gestart. Los van het feit dat CIVIS werkt aan de rechten van de werknemers, zorgt zij ook voor een stukje bewustwording van een gezond mens. De eerste sessie is vanmorgen gehouden voor leerlingen van de 5e en 6e klassen van de lagere school en voor Milo-leerlingen. Wel, waar het hier vandaag over gaat is gezondheid, de invloed van voeding op je gezondheid en het belang van schone darmen. En wij geloven dat niet alleen in Paramaribo of elders in Suriname de mensen daarvan moeten weten, maar zeker ook in Ikeri. Ja, en zeker de jonge mensen. Want je begint te investeren in je gezondheid als je jong bent. En hoe jonger je bent en daarmee je begint, hoe beter het is. Dus daar gaat het vandaag over hier in Ikeri. En daarom hebben we zo'n leeftijdcategorie met alleen maar leerlingen van de lagere school? Ja, vandaag inderdaad. Wij hebben zoiets van, het is goed om even de jonge mensen apart te nemen. En ze te wijzen op het belang van gezond leven. Zodat je daarin investeert voor je toekomst. U gaf daarnet aan dat er een lezing wordt gehouden omtrent gezondheid. Maar de vorige keer toen jullie in Nikeri waren, hadden jullie wat verteld over colonhydrotherapie. En zal er vandaag ook daarover gesproken worden? In een notendop wel. Kijk, onze doelgroep waar het gaat om darmspoelingen is vanaf 12 jaar en ouder. En die jongelui die ik net hier gezien heb, de meeste van ze zijn daar beneden, leeftijd. Maar het is toch goed om ze te vertellen daarover. Zodat wanneer ze ouder worden, dat ze mogen weten dat die mogelijkheid er is om op afdoende wijze je darmen schoon te maken. Dus hoe eerder ze daarvan horen, hoe beter het is. Dus ook al komen ze er nog niet aan toe, maar vertel ze vast erover. Zodat ze weten hoe je je lichaam kan schoonmaken en kan schoonhouden door die methode. Kortram zegt met deze voorlichtingssessies over healthy lifestyle te willen bereiken dat ook Nikerianen een gezonde leefstijl moeten toepassen, willen zij een gezond maatschappij hebben. Hij geeft aan dat de gezondheid van de mens centraal staat. Dat ook Nikeri er bewust van moet zijn dat als je een gezonde maatschappij wil hebben, een gezondere maatschappij wil hebben, dat je moet weten hoe je leeft, wat je in je lichaam stopt. En hoe groot die verantwoording is die je hebt voor jezelf en naar anderen toe als je gezond leeft of niet gezond leeft. Zult u alleen de lezing verzorgen? Ik ben met mijn team hier van Two Miracle Streams. Mijn zwager Lloyd van Niel is er ook aanwezig. En drie dames ook van het Two Miracle Streams team. Onder andere Helga van Niel, mijn vrouw. En de twee andere mensen van het team, Selma en Philly. De sessie heeft na een oriëntatiebezoek van het CIVIS aan Nikeri een open karakter gekregen. Uitgaande van ongeveer 3000 diabetes mellitus patiënten en een dagelijks aanmelding van ongeveer 2 nieuwe gevallen in Nikeri, zijn de sessies ook toegankelijk gemaakt voor de schoolgaande jeugd en andere belangstellenden. Vanavond wordt de tweede sessie gehouden in het multifunctioneel gebouw van de NDP aan de Landingstraat, terwijl morgenochtend leerlingen van Milo-scholen, vakbondsleiders en belangstellenden in de gelegenheid gesteld worden de laatste sessie bij te wonen in de schouwburg van de WIN-groep, voorheen CCN.